Nou, spannend. Op weg naar een overview van een van onze projecten. Bij ons genaamd TEDA. Dus je hebt het nog nooit van boven gezien. Dit is het eerste echte grote project van MVDV dat in China gerealiseerd is. De klant is een grote ontwikkelaar in China, genaamd Vantone. En het is op heel veel aspecten eigenlijk een interessant project. Het is... En ook dat zullen we later wel zien. Het is misschien niet het meest interessante project wat betreft de architectonische waarde. Maar op stedenbouwkundig niveau hebben we toch, en het is al 10 jaar geleden dat we hier aan hebben gewerkt. Hebben we toch geprobeerd om zo'n grote ontwikkelaar die massawoningbouw in China realiseert. Om die een soort van andere manier van denken te geven. De achterste torens, waar je er nu 3 van ziet, die zijn daadwerkelijk door ons ontworpen en supervised. Terwijl deze 3e fase van het project door de ontwikkelaar zelf is ontworpen en gerealiseerd, zonder dat we er maar bij betrokken waren. We dachten dat we een commission hadden, 1-op-1 met hem, maar het bleek toch een competitie te zijn, want dat is ook iets wat... Wat je langzaamaan leert, dat je eigenlijk ervan uit kan gaan dat je altijd in competitie bent met concurrenten. Maar we hebben eigenlijk op basis van die oude hoedtongs, de fijnmazigheid van de bestaande structuren, waar eigenlijk Azië zo beroemd om is, hè, met zijn flexibiliteit en diversiteit en complexiteit, hebben we dus behouden en we hebben op strategische plaatsen in dat bestaande structuur die torens laten verrijzen om die dichtheid en die aantallen te halen. En tussen die configuratie van die torens hebben we laadbouw gesitueerd, wat natuurlijk ook eigenlijk geheel niet Chinees is. Al voorbeelden om ons heen met grote torens. En die laadbouw zijn uiteindelijk paasjouwwoningen geworden. Een beetje gebaseerd ook op de Chinese typologieën van de courtyards. En er zitten nog tussendoor wat specials, zoals we het altijd noemen. Een gebouw waar we toch wat meer aandacht aan hebben mogen besteden. Dat de ontwikkelaar wilde, nou ja, het liefst bijna een soort van Nederlandse torens met de rode Nederlandse baksteen. Terwijl wij, en je ziet ook heel veel van die new towns waar ze een soort van Italiaanse architectuur hebben of Spaanse architectuur. Dat is helemaal niet de ambitie van MVDV. En we hebben heus onze eigen stijl. Alleen wij vinden het interessant om complexe ruimtelijke vraagstukken op te lossen. En als dat, en daar hoort bij dat er ook een context is. En die context was in dit geval China. En vandaar dat die bestaande structuur ook zo'n, omdat die Chinese steden zo prachtig, complex en divers zijn, is dat deel van de context geweest voor het concept dat we hier hebben neergelegd. Dus als je vraagt, hebben we ons ontwerp aangepast aan Chinese waarden of Chinese manier van architectuur maken? Vind ik moeilijk om te antwoorden. Ja, de context heeft absoluut een rol gespeeld in het concept. Maar inderdaad, de andere kant van de Chinese manier van architectuurbedrijven, namelijk het moet er vooral niet Chinees uitzien, daar hebben we ons niet aan gehouden. En hier. Dat leuk, dat hebben wij natuurlijk niet ontworpen, maar... En dit is iets, schijnbaar hebben wij te weinig aandacht besteed aan een soort van de entree van de woning. En dat is wel iets dat ik denk dat we hebben moeten leren van wat is belangrijk voor Chinese bewoners. Dus dan gaan ze natuurlijk gewoon hun eigen entree creëren. En je ziet daar nog één.
Het is eigenlijk wel heel mooi. Ik denk ook wel dat, dat we dat helemaal niet erg vinden. Dat we het eigenlijk wel leuk vinden dat het een soort van een lokale laag erop krijgt. Iedereen heeft wat aan die entree gedaan. Nou hadden we dat denk ik ook wel voorzien. Alleen in Europa zet je misschien een pot neer of een zitje of een... Ja, hier zie je dat ze hem dus, net als de balkons, waarschijnlijk gewoon dichtzetten. Meer ruimte, ja. Makes sense. Nou, hier zie je dus, wat ik al eerder vertelde, dat de ontwikkelaar een soort van zijn eigen versie, of de ontwikkelaar, maar in ieder geval de ontwikkelaar met zijn lokale architect, die hebben gewoon een soort van kopieversie gemaakt van de Patio-woning. Klinkt niet echt als een echte bakstenen muur. Zo. Ja, nou ja. Zo zie je maar, je moet er gewoon tot het einde bij blijven en gewoon, dat is natuurlijk ook niet zo gek. Een architect moet gewoon tot het einde meedoen om te kijken hoe de realisatie wordt. En niet alleen maar concept maken en daarna dat niemand meer op de kwaliteit let. Nou, jammer. Nou, wel mooi dat die bestaande, of dat die bomenlijnen gewoon weer zijn hergebruikt. Of gewoon redelijk volwassen al zijn. Dat is wel aardig. De eerste transformatie. Schijnbaar zijn ze het al helemaal aan het... Het kan alleen zijn dat ze de entree aan het veranderen zijn, maar ja, het is toch het idee dat dat nog wel wat langer zou moeten blijven bestaan. Maar... Ja, een commercieel programma en daar houdt het dan mee op. Hè. Verder weet je nog niet wat er in komt. En ook dat gelukkig is ook wel aan het veranderen in China. Dat dus de ontwikkelaars begrijpen dat het belangrijk is om die eindgebruiker al aan tafel te hebben. Om te weten... Ja, wij weten dan wel commercieel programma, maar we weten eigenlijk niet voor wie we het ontwerpen. Dus wat je nu ziet, dit ziet er eigenlijk, naar mijn idee, lijkt het soort van leeg of verlaten. Dus het wordt gepland en misschien wordt het wel door de overheid zelfs vastgesteld dat ze een percentage... commercieel, maar er zijn helemaal geen, weet je, het is gewoon veel te veel. Er zijn helemaal, het is buiten dat er heel veel woningen inmiddels ook leeg staan, zijn die commerciële programma's ook niet, is geen goede exploitanten voor te vinden. Dus ja, dan probeer je hier een soort van mooi gemengd programma te hebben, maar ja, het staat gewoon leeg. Dus, en dat helpt natuurlijk niet voor de architectuur. Ja, over cultuurverschillen gesproken hadden we wel. Even zien. Dit is een aankomend shoppingmall. En om die uitbraken te accentueren, hebben we daar een soort rand aangegeven met blauw. En bleek toch wel. Ik geloof dat de klant het niet meteen heeft gezegd, maar langzaamaan bleek dat dat toch niet helemaal de kleur was die Chinese. Waarderen, want als je hier in het vliegtuig zit, dan weet je ook meteen waarom. Want alle daken van allerlei tijdelijke schuurtjes zijn allemaal met dit type blauw bedekt. Dus golfplaten. Dus voor hun is het een hele, ja, hele cheap kleur. En dat kan natuurlijk absoluut niet samen met een soort van shoppingmall die straks allemaal chique merken moet gaan verkopen. Dus
Ja, dit vind ik wel echt een klassiek voorbeeld van hoe, ja, hoe je toch cultureel gezien wel echt heel anders bent. En dat je daar gewoon kennis van moet krijgen. En daardoor, en dat moet je gewoon opbouwen door hier te zijn en dat mee te maken. En hopelijk de volgende keer als de klant iets niet wil, dat ze dat ook gewoon zeggen. Want wij vinden het helemaal niet erg om dit een andere kleur te maken. Dus dat gaan we dus nu ook doen. Alleen, het kost nu wel heel veel meer energie en tijd om dat te veranderen. Dus er waren met dit project zeker dingen die we anders hadden willen doen. Alleen, ja, je hebt niet altijd, bent niet altijd in de staat om een opdrachtgever ja, dat op een andere manier te laten doen. Het moet groeien dat de opdrachtgever snapt dat het, nou ja, dat in ieder geval wij het van belang vinden dat er kwaliteit wordt gebouwd. En dan hoor je gewoon, er hoort een architect gewoon een rol in te hebben.